Doei mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we in Van Duitsland. Ja. Zoals jullie kunnen horen en zien. Ja. Het is hier echt dood. Nee, niet dood. Jawel, schat. Het is dood, maar het valt mee. Dus we zijn. Jij bent gewoon op een drukke dag geweest vorige keer. Ja, dat was hier echt tand toe druk. We zijn wel al in een paar attracties geweest. Ja, zoals Chiapas. Veel attracties dus eigenlijk. Ja, wat hebben wij dus al gedaan? We hebben al Sauron gedaan, Raik, Black Mama en Chiapas. Ja, klopt. En we gaan nu naar de Winjas. Nee. Van Sauron gaan jullie maar zien. Nee, we gaan eerst naar Maus. Nee, Winja. Maus. Winja. Maus. Nee, Winjas. Maus. Kom mee. Maar ja, gaan jullie dus vandaag op onze tweede... Schat. We gaan jullie dus vandaag meenemen op onze tweede dag hier in Duitsland. Door Fantasialand. Wij zijn hier 2 dagen. We zijn op het grote plein. Ja, we zijn op Berlinerplein dinges. Nee, we zijn echt niet in Berlijn. Dat noemt hier Berlijn. We zijn in Berlijn. Ja. Dat gebied noemt Berlijn. Maar wij nemen jullie dus mee vandaag en morgen. Het wordt 1 grote vlog. Dus ja, geniet alvast van de vlog. Yo mensen en welkom bij dag 2. We hebben gisteren eigenlijk totaal niet... Er komt een draak naar ons toe. Ja, er komt een draak naar ons toe. Hallo! Ja, dus we zijn ondertussen dag 2 al. Ja. En we hebben gisteren niet gefilmd. Nee. Letterlijk 2 dingetjes opgenomen. Maar gewoon we hebben eigenlijk... wel veel attracties gedaan. Ja, maar echt, we hebben 18 attracties in totaal gedaan. Ik weet niet of dat Brent, want Brent is de editor. Of dat Brent de foto's die ik gemaakt heb kan inediten om te tonen hoe fucking rustig het gisteren was. Want het was absurd rustig. We hebben 2 keer Taron. Ja. 2 keer Taron. Maar Taron is altijd langer wachten dan de andere attracties. Ja, hè? Dat is waar. Dat is normaal. 3 keer Chiapas of zo. Ja, twee of 3 keer Black Mamba. 2 keer Chiapas. En we staan bij Colorado. Kutzakbaan. Jongens. Wat? Niet zoals Kevin praten. Het is een kutachtbaan, jongens. Kijk, we hebben die gisteren... Gewoon een beetje onsoepel. Een beetje heel onsoepel. Ik denk zelfs dat hij erger is dan die van Walibi. Jezus, wat een baan. Ja, hij is lang. Dat is het leuke aan heel die baan. Maar hij is echt pijnlijk, jongens. Dat is echt niet normaal. Hij staat wel vooraan, hè. Misschien straks eens proberen achteraan. Ja, misschien dat beter is. Langs daar loop je by the way naar Mexico en Kloegheim. Maar wij gaan rechtdoor. Wij zijn de rare mensen die niet als eerste naar Taron gaan. Nee, we gaan naar Black Mamba. We gaan naar Black Mamba als eerste. Ja, je ziet nooit Colorado. Het is nog een beetje leeg, alles is nog dicht. Hier is Tikal. Maar ik vind dat hun operations veranderd zijn buiten de vorige keer dat ik er ben geweest. De vorige keer was 5 jaar geleden of zo. En ze reden altijd met 2 treinen. En alles was al open van 9 uur. Dus... Ja. En operations zo, zijn echt slecht. Ze verlengen hun dagen soms zo. Ik weet niet wat dat nu nog is. Ja, als het echt druk is, dan doen ze dat. Maar nogthans, als wij waren geweest, 5 jaar geleden, was het niet zo druk. En dan hebben ze nog verlengd. Dus. Het is ja. Mijn schat die moet nu naar het toilet. Ja. En dan gaan we naar. Misschien gaan we vandaag nog een show kijken, maar dan niet. Ja. Maar mijn schat die gaat naar het toilet. En dan gaan we naar Black Mamba. Zo mensen, we zitten nu aan Black Mamba. Het is momenteel 9:30. Nog een half uurtje voordat Black Mamba open gaat. We zien hem hier op de achtergrond, ik weet niet. Ja, daar is de looper. En we zitten er dus nu bij. En schatie? Ja. Heeft dat... Even wachten, hè. Ja, nog een half uurtje. Ik vind wel diep in Afrika een mooi gebied. Het is een heel mooi gebied. Het is overal afgewerkt, kijk. Ja, achtbaan. En een top achtbaan. Ja. Zeg je dat op 3 van Fantasialand, schattenbol? Black Mamba eerst. Ja. Dan Taron. Ja. En dan. Dat is een... Ik vind de Winjas ook wel goed, hè? Maar om op 3 te zetten, dat weet ik niet zo. Ja, nu moet je kiezen tussen Colorado of de Winjas. Ja, Colorado wordt er niet hoor. Dan eerder de Winjas. Maar dan zou ik eerder zo River Quest op 3 zetten of Chiapas.
Ja? Chiapas dan. Of de River Quest, ja, ik weet het niet. Het is allebei goed. Maar van achtbaan, schat die? Van achtbaan. Ja, Rijk is te kort, Colorado is ook zo... Pijnlijk. Dus dan zorg voor de Windjas. Ja. En dan eerder Windjas 4. Windjas 4 is goed. Die heeft meer snelheid en een betere drop. En een airtime hill. Ja. Als je dan van achter ziet, dan heb je echt goede airtime. Ja, dat is wel. Oh, kijk, mensen gaan al aanschuiven, joh. Dus ik denk dat wij gaan aansluiten. It's still closed, jongens. Kijk, ze zijn aan het kijken, jongens. Zie je? Oh, het is het toch dicht. Ik denk dat het open gaat. Nog een half uur. Jammer. Er is hier plots wel heel veel volk. Voor deze plots hier ook. Ja. Maar dus ja, we gaan in Black Mamba. Zo mensen, we komen juist van Black Mamba. En we hebben een backseat gedaan. Maar goed wel dat hij nog niet is opgewarmd, dat snap ik. Ja, ja, dat wordt wel. Dus je mag nog wat mee trekken. Ja. Oké. Ja, wat valt er over te zeggen? Het is een heel goede achtbaan. Echt top achtbaan dit. Ja. Dus waar gaan we naartoe, schat hier? Off-ride shots? Nee, staat er steeds aan. Off-ride shots doen? Van Black Mamba. Van een Black Mamba. En wil jij die maken? Ja. Off-ride shots van rijden. Zo, schatje. Ja. Waar gaan we die doen? Maas of chocolade. Maas of chocolade. Is het zoeter? Ja. Is hij beter dan Tutankhamon? Ja. Hij is beter dan zelfs op Tutankhamon. Qua teaming. Ja? Qua teaming, ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Ik vind het beter. Misschien komt het ook omdat ik nog zo lang niet meer in challenge ben geweest. Maar ja, kijk, er staat hier al heel veel volk. En die gaan wij nu eens lekker voorbij steken. Dus ja, doei. We mogen juist krijgen. Ik ga jullie een... En dan 10 minuutjes is niets. Gisteren stond er een kwartier. Kijk, we gaan jullie een exclusieve rondleiding geven. Door de wachtrij van Mars au Chocolat. De geur is hier heel kut, want dan krijg je honger. Ja, maar daar krijg ik honger van. Kijk, zie, deze mensen hebben hier lekker allemaal voorbij gestapt. Oh, dat was een muis. Gisteren heb ik gewonnen van haar. Ja. Met 104... Ga je weer winnen? Met 104.000. En nog iets. En zij had nog niet eens 100.000. Het is wel mooi gemaakt hoor. Ik krijg al een trauma als ik zie hoe lang die wachtrij hierachter is. Meisje keert terug. Maar wij niet. Hier staan allemaal dingen op, schat. Recepten. Kijk, we zijn er. Je hoeft niet eens aan te schuiven. Dus wij gaan nu in Maus au Chocolat. Daar is de eindscore, jongens. Weer gewonnen. Zoals jullie hebben kunnen zien naar de rest. Ik heb even stiekem onderuit getoond. Maar... Nee, die foto gaan we dus niet kijken. Maar ik heb weer gewonnen. En mijn schat die heeft weer verloren. Ik heb wel meer dan vorige keer. Dat is waar. Nu had ze wel meer dan 100.000. Dus ik ben wel trots op jou, schatie. Waar we nu naartoe gaan, geen idee. Ik denk de Windjas of zo. Of Free the Better Food Plan. Echt vreselijk. Ga eens kijken op mijn gsm. Ja. Eens kijken op mijn gsm. Nee, mijn. Gsm. Ik heb toch geen g? Ik heb toch geen g? Nu wel. Kijk. Mensen, kijk. Weer g aan.
En dan... Fantasialand. Handige app, by the way. Nou, nou, wachttijden. Dan zien we hier de wachttijden, jongens. Maatse chocolate 10 minuten. Wel een vloeg 5, hotel 5, Colorado 10, Talokan 5, Tikal 5, Chiapas 5, 10, Black Mamba 10, Taron 30, Rijk 5, Mystery Castle 15, River Quest 10, Venjo Palace 10, Windjas Fair en Windjas Source zijn 5 minuten. En de Crazy Bats? En Crazy Bats is 5 minuten. Oh, we gaan in de Crazy Bats. Oké, okay, dus we gaan naar Crazy Bats. Het is een leuke achtbaan, maar niet om langer te wachten dan 10 minuten. Nee, een kwartier hadden we gezegd gisteren. Kwartier, ja. Dit is de nieuwe hal van Rookburg en het is een mooie muur. Ja, meer valt ook niet over deze muur. Ja. Ja, dus we gaan nu naar Crazy Bats. Daar kan je natuurlijk niks op onride filmen. Maar ik heb gezien op YouTube dat er een mooie exclusieve video van is. Dus die gaan we er eens mooi in hangen. Dus wij zien jullie na Crazy Bats. Jongens, dat is geen 5 minuten, hè. Echt niet. Dat is al 30 of zo bekend. En ik zeg u, heel leuke VR-coaster. Maar voor 30 of 40 minuten voor te staan wachten, nee. Dus we gaan naar de Windjas. Zocht de Windjas. Ook de capaciteit is enorm gedaald, hè, schat. Echt niet. Vroeger was dat er maar 5 minuten naast, je was max 10 minuten voor de Nighthawk. Tempel of de Nighthawk? Tempel of de Nighthawk. En nu met de VR. 45 minuten. Dus ja. Het is time for. En hier zijn de Windjas. Wat gaan we doen? Fear of Force? Ik denk dat we eerst nog eens Fear gaan doen. Of Force. Ja, twee keer Fear, één keer Force. Dus ja, misschien wel hebben we dat minst rij voor staat. Ja. Oké, jullie willen vragen zich Marcel, ik afhaal, film nu weer voor u. Sorry. Ik moet leren voor. Want ja, ik film heel te draaien, maar jullie zien mij niet. Jullie willen mij al hier praten, dat is het niet. Daar kwam die juist. Oh ja, Fantasialand, algemeen indruk, heel goed. Park. Ja, ik heb nog een beetje in Europa, maar ik denk wel dat Europa Park veel beter is. Wat zie ik ook. Ook attracties, ja, Silver Star, Blue Fire, dat is shit. Ja, I know. Wil je eens kijken voor een clashje? Oké, dan gaan we kijken voor een clashje. En wij zien jullie na Windjas Fear en Force. Windjas Fear en ja, pompbaantje, airtime. Alleen een paar pijnlijke wilde muisbochten, maar voor de rest. En ook niet zo. En schatie? Ja? Was leuk. Was het leuk? Ja? Ja. Hier zie je trouwens de baan. Ik weet niet of dat het Fear of Force is. Ik denk dat dit Force of... Ja, ik weet het niet. Nee, daar is het Force. En dan is dit Fear. Maar ja, twee leuke baantjes. We gaan, ik weet niet wat we gaan doen. Schat, wat gaan we doen? Sorry. Ik weet niet. Zoals. Ja. Niets met water, hè? Niets. 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 Dus, vanmiddag. Ja. Wat ik wel wil doen, misschien, ik weet niet hoe laat het is. Is aangezien dat er nu geen volk is. Het is 11 uur en 8, zou ik gelijk om 11:30 of zo eten. Als alles goed is. Dus we kunnen misschien al de richting van Taron uitgaan. Goed. Ja. Top. Ja. En Raya gaat weer een lekkere sfeershot voor jullie maken. Die had een leuk idee. We gaan dus op Wakaboto. Wakaboto, schat. Raya wou hier dus op. Het is dus een rondvaart. Of zo. Schat, wat is het eigenlijk?
Wat? Een splash? Een splash battle. Oh my god, een splash battle. Ja, maar we gaan het mooi in de rugzak steken. Dus het is een splash battle. En ik ben eerlijk niet zo fan van splash battles. Want ja, ik ga er niet van zeggen wat zijn. Dat is ook een van de redenen. Vullende bootjes. It's, van welke bouwer zou het zijn? Ik gok Mac. Het is wel mooi geteamd. Ja, het is mooi geteamd, ja. Fantasia, het is alles mooi geteamd, behalve... twee attracties. Nee. Ja. Denk wel dat je zelf kan aanvullen. Ja. Schat. Guy Street Shine Hollywood Tour. Nee, achtbaan is alles mooi afgewerkt. Behalve Colorado, die kan wel eens een opkikje gebruiken. Maar ja. Dit is ja, denk ik, een McRae Splash Battle. Dus we gaan hier maar eens op, hè. Let's go. Zo mensen, we komen juist uit Woko Bolo of zoiets. En ja, dat is echt een saaie attractie, jongens. Echt. Er staan, ik weet niet hoeveel aspecten langs de baan, maar die werken niet eens. Dus het nut is totaal... We zijn nu hier nog altijd in Fantasialand, voor moest je het wel weten. Waar? Geen idee. Dit is de uitgang. En Raya is doorgelopen en ik heb geen idee waar ze zit. Dus ja. Ik zal haar ergens tegenkomen. Daar dus. Schattie! Zo mensen, we gaan eens kijken wat we gaan eten. Hè. Raya is hier al eens aan het kijken op de map. We zitten dus in het restaurant van Kloegheim. En ja, het is heel mooi afgewerkt hier. En wat vind jij ervan, schatje? Schat. Goed, hè? Ja? Kijk, dit is ook echt metaal, hè? En dit ding ook. Dus metaal allemaal. Dus ja, wij gaan kijken wat we gaan eten. Ja. Wat ga jij nemen, schatje? Ik weet het niet. Nou, het is heel speciaal. Maar hierna gaan we waarschijnlijk naar Taron. Die is momenteel in storing, maar hij is wel aan het testen. Dus ja. Waarom gaan wij daarop? Heel simpel. Er zijn mensen die zeggen dat dat ding airtime heeft. Wat? Niks. Ja, dus we gaan nu naar Tikal. Ik is wel kijken voor een showtje. Voor een showtje? Ah, we zullen straks eens kijken voor een showtje. Ja, want het is veel vol en dan moeten we maar wachten.
Ja. We gaan eens kijken voor Tikal. Want Niels zegt dat dat ding airtime heeft. Dus ja. We gaan eens kijken of dat ding wel degelijk airtime heeft. Zo mensen, we staan terug in de wachtrij van Taron. En de Taron is 50 minuten en daar komt hij. Hallo. En schat, die heeft warm. Wat? Heb je warm? Ja. Ik zie het. Maar je ziet er echt kleurrijk uit. Dank. Ja. Dus ja, we gaan 50 minuutjes wachten voor Taron. We hebben daar juist chiapas gedaan. En nu gaan we dus in Taron een beetje opdrogen. Maar we zijn al gedroogd. En ik laat al heel de tijd een spoor achter. Ik weet niet of dat nu nog is. Nee. De rest liet ik echt gewoon een spoor achter. Wat hè? Allee, stop. Maar ja, we gaan dus in Taron. Een goede coaster, maar zeker niet de nummer 1 die ik al gedaan heb. Dus ja, let's go. Ondertussen al een paar attracties gedaan. Waaronder Talokan. Ja. En wat vond je van Talokan? Ja. It's not my thing. Ja, ze is niet zo van alles wat draait en krachten op draaien heeft en zo. Dus. Maar ik vond het een van de beste topspins dat er is. Dus ik ben zeer tevreden met ons ritje Talokan. Daarna hebben wij... Ik weet niet wat wij een ijsje hebben gegeten. En wij komen juist uit Crazy Bats. En normaal gezien gaan jullie daar nu een soort exclusieve onride van Fantasia World. Dus geniet van die onride. En daarna zien we wat wij gedaan. Chocola. Ja, een mooi zakje. En daarin zit een t-shirt. Twee cd's en... En? Dat is het, hè? Ja. Oké. Ja, by the way, we hebben ook tussendoor Maiso Chocolate nog eens gedaan. Ja. Hij kwam net uit storing en het scheelde niet veel of we altijd weer zitten. Want letterlijk, we stonden aan een bepaalde scène en opeens piep, piep, piep en dan alles begon te flippen. Dus ja. Maar we zijn dus bijna aan het einde van onze Duitsland-trip. En dus ook aan het einde van deze vlog. Deze vlog startte gisteren heel random. De vlog startte gisteren heel random. Hier ook. Hier zo. Daar aan die trap. Maar wij gaan dus nu nog één keer chiapas doen. En dan gaan wij naar het hotel. En dan morgen terug naar België. Dus ik denk dat ik hier bij de vlog al ga afsluiten. Ja, tjus! Spieten! Bedankt voor het kijken. Vergeet alvast niet te abonneren hieronder voor meer avonturen en zo. Kijk ook al iets in de shop. Ik sta hier in de link in de beschrijving. Superleuke merch. En ja, we zien jullie bij een volgende video. Geef ook alvast een like. En tot de volgende video.